We hebben hier een legende, helemaal uit Las Vegas. Een man met veel ervaring in het boksen. Die 23 wereldkampioen heeft opgeleid. Je leert er heel veel van. Ja, zelfs op één dag? Ja, het is heel veel informatie wat je binnenkrijgt. Dit is gelukkig niet mijn eerste dag dat ik mijn handschoenen aantrek en ga boksen. Ik heb wel 17 jaar ervaring. Maar je blijft leren, je blijft leren. En het is een man die echt weet waar hij het over heeft. Weet je, de details ziet hij en die punten benoemt hij en daar werken we aan. Dat gebeurde nu net in de ring zelfs. Ja. Had het over dat mijn heupen niet correct stond. En door een paar aanpassingen heb ik dat kunnen uitvogelen. En te verbeteren. Maar dat is, kijk, het zijn maar kleine dingetjes. Ja. Kleine dingetjes kunt verschil maken. Nee, precies. Het is boksen. Alles is op is secondenwerk. Millimeter op de millimeter stoten. Dus dat helpt gewoon echt. Is dat ook een beetje een soort van openbaring voor je op zo'n dag? Dat je denkt van, hey, ik heb misschien wel jarenlang dit niet echt beseft. Als ik dat nou doe, wie weet, dat je nieuwe rijkwijde voor jezelf ziet. Nee, precies. Nogmaals, je leert heel veel van zo'n persoon die op details let. En dat kan echt een verschil maken inderdaad in mijn boksen. Ik doe het hopelijk al redelijk goed. En dan als je op die punten let, dat het gewoon veel beter kan gaan. Ik ben een perfectionist en dan is het belangrijk dat je dan het onder de kin krijgt. Heb je dan ook behoefte om zo'n man misschien een keer vaker op te zoeken ofzo? Of, Zeker. We zijn bezig met deze man. Hij is hier voor nog een week. Binnenkort gaan we zitten om mijn wedstrijd te analyseren van de laatste keer. En mijn aankomende wedstrijd een strategie maken met hem te trainen. Om die punten, aan die punten te werken. En Het is echt fijn dat hij hier is. Helemaal uit Las Vegas. Ja. Nou ja, ik vroeg het hem net. Zou het kunnen? Je weet het nooit. Dat je hier nou met een toekomstige wereldkampioen in de ring hebt gestaan. Maar dan zegt hij niet van nee. Dan zegt hij wel nou. Oh, ja. Er zijn punten waar we kunnen werken. Ik sluit het niet uit. Nee, we hebben heel veel talent hier rondlopen. En ik geloof ook gewoon dat er jongens zijn die heel hoog kunnen scoren. Ja. Je begon met je verhaal en zei van, dit is gewoon een legend. Ja. Het is, kom op. Het is een man die 23 wereldkampioen heeft opgeleid. Hij heeft zelfs ook, hij is ook trainer geweest van de Olympisch team. In, ik denk, 80 of 82. Het is een man met zoveel ervaring. Het is fijn om hem hier te hebben en eraan te werken. Ja, dat is toch grappig dat je... Ja, jij twijfelt natuurlijk geen seconde. Jij zit hier toch al. Nee, ik heb hem altijd wel gevolgd via het media. En hoe hij met zijn boksers werkt. Boksen is souplesse. Boksen is bewegen, movement. En daarin is hij gewoon heel sterk in. Boksen is hit, but don't get hit. Het raken, maar niet geraakt worden. Zo blijf je ook langer in de sport. En als je dan daarop traint... om niet geraakt te worden door movement, dan kan je ook langer mee in de sport. En, ook die coördinatie waar hij het over heeft, dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Dat is natuurlijk met beweging en stabiliteit en reflexen. Stabiliteit, hoe je je benen plaatst, hoe je je stoten plaatst. De beweging van het bovenlichaam, heupen. Dat zijn allemaal punten waar je aan moet werken om een complete vechter te worden. Ja. Het lijkt me soms ook een beetje moeilijk dat je denkt van, heb ik nou jarenlang misschien dingen verkeerd aangeleerd? Ja, in mijn optiek zijn het gewoon echt dingen aanschroeven op de punten en die punten te werken. Dus dat is het dan voor mij. Laatste ding, ik zie wel een overeenkomst met Ton Dunk, die jij natuurlijk ook goed kent. Ja. Het zijn geen coaches die hun vechters uitschelden om ze op te peppen of zo. Heel rustig, denken aan de hele persoon, weet je wel. Hoe gaat het in je leven en zo. Het is
Het is wel meer dan alleen boksen, lijkt wel. Nee, precies. Nee, kijk, voor mij werkt dat niet hoor. Een persoon die dan zo op je zit en schreeuwen en schelden. Nee, het beste is om het zo rustig mogelijk over te brengen. Dat de bokser het meeneemt, begrijpt en eraan kan werken. Geef die bokser die tijd om het tot zich te nemen en eraan te werken. En inderdaad, met Ton Dunk. Dat is ook een trainer die rustig je benadert, maar het wel goed uitlegt. En dat is deze Cubaanse legend ook. Ja, ik vind hem echt een topper. Ik ben super blij dat hij hier is.